Een zachte, nachtelijke koning, verzegeld op een gammele troon, krakend in de trage tijd, telde hij de lange uren niet. En of de morgen kwam, wist geen vezel in zijn lijf. Zo zag hij, silhouet in avondbruin, de dagen somber naar de winter glijden. Zijn blik vast in het glas gepriemd en haren, witte zilverdraden die zijn hoofd omhelsden. Een vrucht die knikkend naar de aarde boog. Hij was al lang het licht ontgroeid. En toen de nacht uit alle hoeken kroop, was niets hem nader dan de bodem die naar zijn schaduw lonkte. Hij slofte langzaam naar het donker. Het kon niet ver meer zijn. Een bioloog die verkoos clochard te zijn. In memoriam Luc Vermeyren. Ik heb er een gekend die in het laatste jaar van zijn fysica-studie alles opgaf en loodgieter werd. Een andere die er tijdens zijn doctoraat de brui aan gaf om met een gitaar de wereld rond te trekken. Je weet niet wat in sommige mensen omgaat. En Luc. Op de kille, vochtige, sombere donderdagnamiddag van 10 november werd zijn assen verstrooid op het Schoonselhof te midden van een kleine schare bekenden, onder wie zijn zus en schoonbroer. Zijn dood was weliswaar verwacht. Het verdikt, kanker, was hem zelf aangekondigd. Hij wist wat allen wisten, dat zijn dagen geteld waren. Kon het hem wat schelen? Geen dokter kwam aan zijn lijf. Alle hulp weigerde hij halsstarrig. En dan ineens, op 3 november, was er van hem alleen een stoffelijk overschot. Een dood lichaam van amper 62 in een rommelige kamer op het Zuid. Velen wisten niet eens dat hij Luc Vermeyren heette, maar bekend was hij wel. En nog niet weinig opvallend, deze haveloze figuur, half clochard, alcoholicus, die van kroeg tot kroeg strompelde. Voetje voor voetje, op zijn dagelijkse tour, in de buurt tussen Groenplaats, Tunnelplaats, Grote Markt, Sint-Andries. Nog minder zullen er geweten hebben dat de stille man, uit wiens vrijle lichaam de krachten ziender ogen weg ebden, een gediplomeerd bioloog was. Een zo vertrouwde figuur, ook in de opzak van de late uurtjes, met zijn onafscheidelijke glas wijn, ooit was het trappist geweest, dat hij vaak, wie zal zeggen waarom, fotografeerde. Dat hij plots gemist werd in het hele quartier, was al even opmerkelijk als zijn verschijning zelf. Een leegte, dingen of mensen die er niet meer zijn, zegt vaak meer, grijpt dieper dan hun tastbare realiteit, zoals ook het onuitgesprokene meer doet vermoeden dan wat gezegd wordt.
Enkele dagen voor zijn eenzaam overlijden had ik hem bij het verlaten van de opzak, waar hij aan het hoekje van de tapkast zat, even bij de arm gepakt en gezegd: dag Luc. Een voorgevoel? Een definitief afscheid? Ach, ik weet het niet. Het is een hineininterpretering van achteraf en daar gaat het niet om. Als collega-wetenschapper maakte ik wel eens een praatje met hem, wat steeds in goede aarde viel. Brak het zijn eenzaamheid? Want als je het niet zou vermoeden, ook dan, zelfs na het zoveelste glas, bleef deze stille, intrigerende bioloog steeds verrassend lucide en vriendelijk,
vriendelijk bereid tot een verstandig gesprek, geen lulkoek, geen zinloos gewauwel uit de mond van deze enigmatische nachtraaf, die ondanks alles zijn trots niet verloren had. Hij wist veel over Afrika, waar hij gewerkt had, en alles verloor dat hij had opgebouwd. Veel meer dan een wetenschappelijke carrière, veel meer allicht dan wij weten. Onze gesprekjes waren te kort om te weten te komen wat zijn diepste roerselen waren, als hij die al zou prijsgegeven hebben. Ik peilde ernaar, zoekend naar het waarom van zijn levenswijze als een intellectuele clochard, als een intellectuele zwerver. Op een keer had ik het na een vakantie over de moringa, een Afrikaanse boomsoort. Ik dacht hem, of tenminste de bioloog in hem, daarover los te krijgen, maar had het mis. Hij wimpelde mijn vraag af met een vrolijk antwoord. Dan moet je mij niet vragen, van planten weet ik niks. Van knaagdieren alles, daar ken ik ieder bordje van. Tja, knaagdieren. Hij ging praten op die muis die hij ontdekt had in Ivoorkust. Over het zwarte continent wou hij mondjesmaat wel iets kwijt. Hij toonde me zonovergoten foto's die hij op zak droeg. Van zijn vroegere universitaire campus in Rwanda. Van waar hij was moeten vluchten bij het uitbreken van de burgeroorlog met genocide. Luc, een oud-leerling van de Latijnwiskunde van het Sint-Lievens College, studeerde in 1976 met grote onderscheiding af als licentiaat dierkunde aan de UIA, behaalde een jaar later het aggregaat voor het hoger secundair onderwijs, werkte daarna als doctoraatstudent en assistent in het Laboratorium voor Algemene Dierkunde op het toenmalige RUCA, waar hij het practicum dierkunde leidde tot midden tachtiger jaren. Zijn weelderige bos krullend haar en baard gaven hem al gauw bij de biologiestudenten de bijnaam Jesus. Dus je hebt gedoctoreerd en dan 6 jaar assistent geweest? Dat gaat samen. Ik bedoel, ik ben afgestudeerd. En ik ben direct om de NIF begonnen, eerst met een beurs van IWONL, dus nu IWT. Ja. Enfin, toen IWONL, Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw. Heb ik 1,5 jaar beurs gehad. Nee. Nou, je doctoraal. Nee, dus na mijn licentiaat, afstuderen. En ik ben direct op de NIF kunnen beginnen, maar ja, goed studentje en zo van alles af. Dat moesten mij per se hebben. Dus ik heb die beurs gekregen en nu heb ik een jaar, in het tweede jaar moet die verlengd worden, dus het tweede jaar heb ik ook gehad. Want tijdens dat tweede jaar kwam er een assistentplaats vrij en dan ben ik op die assistentplaats terecht gekomen. En die heb ik dus 6 jaar gehad, hè. Dus dat zijn mandaten van 2 jaar, dus 3 keer 2 jaar. En wanneer heb je je doctoraat verdedigd op het einde van die... Ik heb mijn doctoraat niet verdedigd, want dat was niet klaar. Ah, je hebt dat nooit... Officieel ben ik geen dokter. Ah, is het. En wanneer moet je dan afzetten? Na die 6 jaar of nog ervoor? Doctoraat moet nooit niet afzetten. Dat bedoel... De hele leven mocht daar nu nog eens. Ja, dat was mijn bedoeling. Ik was in Rwanda met een ander doctoraat bezig. Maar daar hebben ze dan helemaal mijn gegevens geplukt. Nee, dat was echt mijn bedoeling. Ik maak een nieuw doctoraat. Uw eerste doctoraat is verdwenen? Of? Ja, dat is niet verdwenen, maar dat is... Dat wou je in het tweede doctoraat gebruiken. Dat was echt totaal anders. Dat was in feite anders. Hetgeen dat ik op terug heb gedaan heb, is een doctoraat over een bepaald genus van Afrikaanse knaagdieren. Een totale revisie over heel Afrika. Dus, leg dat uit. Nuttig. Leg dat uit. Of moesjes, Maar dus, hetgeen dat ik in Rwanda aan het doen was gewoon, in feite een studie maken van alle knaagdieren in Rwanda. Dus niet alleen een bepaald genus, maar gewoon me geografisch beperken tot Rwanda. En een overzicht maken van er komen in Rwanda, zeg maar iets, niet zomaar iets, komen een pak tussen 30 en 35 verschillende soorten voor. Ja. En over al die soorten wel iets vertellen en persoonlijke gegevens, allee, dingen die ik zelf
onderzoekgegevens die ik zelf verzameld heb, door vallen uit te zetten, allee, maar ook gewoon literatuurgegevens, allee, alles wat er over Rwanda bekend was, samenbundelen in de, The Rodents of Rwanda. Wij staan nooit afgeraakt. Nee, dat had normaal dus wel afgeraakt, want ik ga niet twee keer dezelfde fout maken. Allee, fout is een groot woord. Maar er zijn verschillende redenen waarom dat mijn doctoraat op druk en niet afgeraakt is. Dus, ja. Maar ik heb dan toch wel zo'n beetje mijn les geleerd. Gewoon op een andere manier bezig zijn. En, dat ze mij nog twee jaar in Rwanda, of twee jaar, ik weet het ook, laten doen hadden in Rwanda, dat had ik wel mijn doctoraat gehad. Dat had dat wel afgeweest en dat had ik dat wel gewoon verdedigen. In Antwerpen? Of Antwerpen of zelfs ergens anders, dat mocht niet uit worden. Dat denk ik dan, allee, oh, dat is in feite zo'n beetje. Dat ik mijn eigen promotor was. Hè. Dus normaal gezien als je een doctoraat mocht, werkte bij een promotor. Dat was die 8 jaar dat ik op druk heb gewerkt. Dat is professor de Rijen, mijn promotor. Maar dan in Rwanda was ik gewoon op mezelf bezig. Hè. Maar dan, ik had wel een promotor gevonden. Heeft hij nog een promotor? Verheyen is gestorven 3 jaar geleden. Van 1988 tot 1994 was hij verbonden aan de Université Nationale du Rwanda, werkend aan een studie van de taxonomie en biogeografie van de Rodentia, knaagdieren, van Rwanda. Dat was het verlengstuk van zijn in Antwerpen begonnen doctoraat, een Pan-Afrikaanse taxonomische revisie van het genus van Legada, een type van Afrikaanse dwergmuizen. Dat doctoraat maakte hij nooit af. Nadat hij het wegens de bloedige onlusten al daar had moeten afbreken, sprak hij meermaals de intentie uit dat te doen, maar het is er nooit van gekomen. In de jaren 90 volgde hij wel eens een symposium en mocht hij mee op een veldtrip in Tanzania, maar daar bleef het bij. Hij deed ook vrijwilligerswerk voor het Museum van Hedendaagse Kunst van Antwerpen en doseerde wetenschappelijke vakken, chemie, fysica, biologie, in het tweedekansonderwijs van de VDAB. Voelde hij zich een loser? Was hij verbitterd omdat hij geen kansen had gekregen of ze niet benut had? Waarom had deze man als ervaren bioloog na zijn terugkeer niet gesolliciteerd aan een van onze universiteiten? Waarom koos hij voor dit zwerversleven? Wat maakte hem aan de drank verslaafd? Waarom deze zelfdestructie? Wie zal ooit weten wat deze verpauperde vagebond bezielde? We hadden collega's kunnen zijn, ook buiten de opzak. Zoals zijn zus opmerkte, Luc koos voor dit leven. En zijn keuze moeten we respecteren.
Soraso solubima patuye, kini ya diera, kini ya sosoluba se onoge, patu bimene tumaro. Miri fora sosolubima patuye, kini ya diera, kini ya sosoluba se no, then I'll tell who I want where to go, and I'll forget about your lies and deceit and your attempts to be so discreet. Maybe today, yeah, I'll slip away, and you can keep your symbols of success. Then I pursue my own happiness, and you can keep your clocks and routines. Then I'll go mend all my shattered dreams. Maybe today, yeah, I'll slip away. Cause you've been down me for too long, and for too long I just put you on. Now I'm tired of lying, and I'm sick of trying, cause I'm losing who I really am, and I'm not choosing to be like them. Get bored or you got loneliness, or it's dislike for me you express. I won't care if you're right or you're wrong, I won't care, cause you see I'll be gone. Maybe today, yeah, I'll slip away. Maybe today, after midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chill and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out.
shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what is a holy haven. After midnight, we gonna let it all hang. Suspicion, give an exhibition, find out what it is on labor. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out. Sake veina, kange tela iwasajiu, mate veina ulekina, konjit sake veina, kange tela iwasajiu, mate veina ulekina. Wesira, sisera chulo uyade. Yeah.